Vrienden, de spanning neemt toe. Spanning neemt toe, tuurlijk. Want we weten het allemaal, Ajax-PSV komt eraan. En dat is nou echt een wedstrijd waar ik ook naar uitkijk. En iedereen, vooral in deze tijd, hebben we een beetje afleiding nodig. Ajax-PSV. En wat hebben we dan met Ajax? Ajax heeft natuurlijk de afgelopen tijd het ene probleem na het andere gehad. Begon natuurlijk met Haller, die hadden ze niet ingeschreven, maar die staat er natuurlijk wel in. Maar Onana niet, want die is geschorst vanwege die doping. En wat voor invloed heeft dat allemaal op het elftal? Dat hele gedoe van die afgelopen tijd. Ja, dus dat gaan we dan zien vanavond. Dat is bijvoorbeeld een hele vreemde factor in die wedstrijd. Andere vreemde factor is natuurlijk PSV, want PSV, ja, dat is ook weer wie wel goed, wie niet goed, waardeloos. Tegen de grote clubs maken ze het eigenlijk helemaal niet waar. En Gakpo is er niet bij en we hebben natuurlijk Gutsen niet. Dus ja, dat PSV weten we ook helemaal niet. Hoewel PSV normaal gesproken altijd weer heel goed speelt in de arena. Dus wat hebben we hier? We hebben hier een wedstrijd waarvan we volkomen niet weten hoe dat gaat aflopen. Dus hoogste tijd voor eitje tik. Ja, want de eieren hebben in het verleden altijd bewezen dat ze de goede en de juiste winnaar aanwijzen. En wat er dan altijd werd gezegd met eitje tik. Want ja, ik leg het even kort uit, hè, voordat ik dat ga zeggen. Voor de mensen die het nooit gezien hebben, het is hup, twee rauwe eieren, tik tegen elkaar. Het ei dat stuk gaat, is de verliezer. Dus het ei dat heel blijft, dat is de winnaar. He, heel simpel. Maar dan zeiden jullie altijd tegen mij, ja luister eens goed, als je dus met de puntige kant tegen de bolle kant aangaat, dan gaat de bolle kant altijd stuk. En let nu even goed op wat we hier hebben. We hebben hier twee bolle kantjes. Ja, dus dat verhaal gaat niet meer op. Nou, oké, daar gaan we dan. Wow, wat een spanning. Ja, wie gaat het winnen? Ajax of PSV? Nou, daar komt hij aan hoor. Jongens, 1, 2, 3. Bang! Zo! Ajax stuk en verliest. En de winnaar is dus... Kijk, en dat zeggen jullie ook altijd tegen mij. Hey, Harry, ja, maar dan gebruik je een gekookt ei voor. Nou, hé. Hey. Goed opletten wat hier gebeurt met PSV. PSV gaat winnen dus. Hier, kijk. Wat denk je ervan? Hier. Is dit een gekookt ei? Nee. Jongens in Eindhoven, gefeliciteerd.